we staan er gewoon hartstikke goed voor. En je weet, als er iets gebeurt, dan zijn we met z'n drieën in plaats van alleen. Dus dat is wel samen sterker. Hoe makkelijk of lastig is het om drie kopvrouwen in één ploeg te hebben? Van beide kanten een beetje. Het is vooral gewoon super als je met z'n drieën van voren kunt zitten en op die manier de koers kunt controleren. Maar je moet natuurlijk ook een klein beetje op elkaar letten en zorgen dat je met z'n drieën van voren blijft. Dus dat is een tactiek die je van tevoren bespreekt en continu in de gaten houdt. Maar het is vooral heel fijn dat je die controle hebt en dat je erop kan terugvallen als je zelf een wat minder moment hebt of of bergop even niet mee kan. Dat er dan sowieso nog twee ploeggenoten zitten die dan het werk kunnen doen. Het is nu anders omdat je gewoon met z'n drieën bent. En dat zorgt er denk ik bij ons alle drie wel voor dat er ook een soort van rust is. Nou ja, juist als je die kracht in de ploeg hebt, dan moet je hem in de breedte ook gebruiken en benutten. En iedereen staat er goed voor. En met deze drie kopvrouwen ook. Anna en Paulien zijn momenteel een hele goede doen. En dat is juist alleen maar heel gaaf om daarvoor te gaan. En je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Ons kan allemaal iets overkomen. Maar is het dan ook niet lastig dat een van die drie vrouwen nu niet meer voor eigen succes kan gaan? Nou ja, goed, dat is nu natuurlijk nu de uitdaging. En dat is een luxe probleem, mag ik niet eens noemen, een luxe uitdaging, laat het zo zeggen. Ja, je moet ze alle drie hun kans kunnen blijven geven. Alleen je mag het hogere doel niet uit oog verliezen. En dat is de roze trui daar bovenop die Madonna del Cisallo brengen. En voorlopig lukt dat goed. En het communiceren van de drie kopvrouwen onderling blijft gewoon heel belangrijk. En hetgeen wat ze doen en wat de doelen van de dag zijn en de uiteindelijke doelen. Dus daar zijn we wel mee bezig. En ze zitten alle drie wel op een goede lijn.